Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het grote Dubdicté. Wij staan hier vandaag op de Uithof en we gaan kijken hoe het is gesteld met de Utrechtse studentenkennis omtrent spelling. Wil je even voorstellen? Mijn naam is Jordi. Karin. Renate. Damon. En jullie studeren allemaal biomedische wetenschappen. Jullie gaan een aantal woorden voor ons spellen en we gaan kijken hoe goed jullie dat kunnen doen. Het eerste woord is capuchonnetje. Zijn jullie allemaal tevreden? Is het goed gespeld, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, ik twijfel ook. Er wordt getwijfeld. Nee, want als je denkt capuchon, staan er dan twee P's? Nee toch? Er staat er sowieso één. Dus er kunnen er geen tweede P bij komen. Gefeliciteerd, het is goed. De eerste punt is binnen. Goed op weg. Het tweede woord is Przewalski paard. Przewalski. Daar heb ik al van gehoord. Ja, ik vind het iets gek. Przewalski. Met de P-R-E-Z-W-A-L-S-K-I. Er wordt even getwijfeld. Helaas, de Z staat verkeerd. Die komt na de R. Voor de rest is die helemaal goed. Dat is een bepaald paardenras en dat is vernoemd naar een Poolse militair of een Pools-Russische militair uit de 19e eeuw. En die paarden werden speciaal gefokt voor militaire doeleinden. En de spelling van het woord is ook lastig, omdat het eerste deel van de samenstelling is een Poolse naam. Dus ik heb het opgezocht, mijn Pools is niet briljant, maar de R wordt bijvoorbeeld door Polen niet uitgesproken. Dus het zou dan iets als Przewalski paard zijn. Waar de R al niet te horen valt. Dus als je als Nederlander het Poolse woordbeeld niet kent, of de Poolse spellingsregels, weet je ook niet dat die letters, de P, R, Z, W, elkaar kunnen opvangen. Het volgende woord is CC-vliegjes. Okay. Zijn dat niet van die eendagsvliegen? Volgens mij wel, maar ik ga daar niet over. Ik ga over de spelling. CC-vliegjes. Is het niet het Z? C? Ja, op, C, op T, S, E met zo'n streepje. Ja, C. Ik denk dat. Ja, Het CC-vliegje is een bepaalde soort vlieg en die voorkomt in Afrika. En met de meeste woorden die jullie gevraagd hebben aan de studenten, is het geval dat het buitenlandse woorden zijn. Dus de samenstelling, minstens één deel, komt uit een andere taal en volgt dus niet in principe de Nederlandse spellingsregels. Dames, zijn jullie eruit? Zijn we eruit, Ina? Welke gaan we kiezen? Ik weet het niet. Doe maar. Die of die? Ik weet het echt niet. Kies er één. Oh god. Bovenste? Oké. De bovenste. Jury, is de bovenste CC-vliegje goed? Helaas. Een taal verandert altijd. Een taal is niet een vaststaand iets. En dat is afhankelijk van hoe mensen in bepaalde perioden denken over de taal. Dit waren de antwoorden van de spellingstest van vandaag. Heb jij zoiets van dit kan ik veel beter of dat is een eitje? Schrijf je dan nu in via onderstaand adres. En wie weet maak jij kans op €500 tijdens het grote studentendicté in Utrecht. In het academiegebouw.